Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kampt met veel uitdagingen. Minister Henry Orry gaf gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée een presentatie over het onderwijsproces. Zo gaf hij aan dat het ministerie te weinig lokalen heeft gebouwd. Het bouwprogramma zal hiervoor geraadpleegd moeten worden om te kijken wat nu mogelijk is. Om sneller te werken aan een oplossing zijn enkele beroepsonderwijsscholen omgevormd tot algemeen vormend onderwijsscholen. Echter zorgt dit voor spanningen, zegt de bewindsman. Spanningen omdat we zien door demografische veranderingen in het zuiden van Paramaribo en met name Wanica, daar veel leerlingen zijn. Stukken urbanisatie ziet u ook vanuit het binnenland naar de stad. En we zitten met klassen met heel veel leerlingen. We moeten kijken naar de betere spreiding. We zien in Noord juist een afname van leerlingen, kleinere klassen. En we zien juist in het zuiden heel veel druk op het systeem van instroom van de kinderen in het zuiden. De onderwijstopman benadrukt dat binnen het onderwijs zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een situatie waarin het kind centraal staat. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de begeleiding van het individuele kind. Dat betekent dat ook in de klas je moet meer differentiëren richting het profiel van het kind. Het kind is zwak in taalrekenen of een ander vak. Dat betekent je moet ruimte creëren binnen die school om kind extra aandacht te geven in de vorm van extra lessen, extra coaching, extra oefeningen. En je moet ook in staat zijn een goede foutenanalyse te maken waar begrijpt het kind bepaalde leerstof niet. En dat vraagt om zorgbeleid, zoals wij noemen. We hebben daar ook zorgmensen in de opleiding voor die in staat zijn de zorgcoördinatoren te zijn op de scholen. Het zou goed zijn dat we elke school een zorgcoördinator toewijzen in het management naast de directie, omdat zo'n persoon in staat is de achterstanden samen met de leerkrachten goed in kaart te brengen. De bewindsman merkte op dat er nog wat kinderen zijn met achterstanden. De vakantiescholen van het ministerie hebben daarin goed ingespeeld, volgens de minister.